Door heel Nederland worden op dit moment initiatieven georganiseerd om mensen te helpen die in deze tijd extra hulp of troost kunnen gebruiken. Woensdagavond 19 maart luiden daarom door heel Nederland de kerkklokken. En zo ook in Druten en Wiegen. De kerkklokken luiden mede voor de zieken en de hulpverleners in de strijd tegen de gevolgen van de besmetting door het coronavirus. De eerstkomende twee woensdagen zullen de kerkklokken opnieuw klinken, 's avonds van 7 tot 7:15, als teken van hoop en troost.